Goedemorgen, dag 3 vanuit ons nieuwe huis. Ik ben de ochtend begonnen met een kopje thee. Lekker. Ben al weg geweest, onderweg geweest, wat spulletjes opgehaald. Gisteren mondmasker opgehaald voor al het stof. We weten totaal niet wat er achter alle muren weg gaan komen en noem maar op. Het kan asbest zijn, het kan geen asbest zijn, het kan fijnstof zijn, kan van alles zijn. Dus we hadden zoiets van, je kan een masker nemen die beschermt, maar je kan ook een masker nemen die heel goed beschermt. En zodoende hebben we voor dit masker gekozen. 2 nachten hier al doorgebracht. De eerste nacht was echt verschrikkelijk. Sliepen we onder een vlieskleedje met een heel laag stukje dekbed. Het was echt ijskoud, ijskoud. En daar ben ik dus, denk ik, snotterig geworden. De dag daarna hebben we direct een dekbed gehad. Dus we liggen nu gelukkig onder het dekbed. Dus vannacht was het een stuk chiller. Ook al ligt dit niet heel erg relaxed, als ik heel eerlijk mag zijn. Maar ja, het is niet anders. Gelukkig kwam Ronald gistermiddag, dus dat was wel even leuk. Toen ben ik buiten even bezig gegaan. Ook al was ik strontverkouden, maar dat maakt niet uit. Heb ik een gedeelte van de bomen weggezaagd. Mocht je alles willen checken wat we doen, volg ons dan echt op Instagram. Daar plaatsen we echt best wel veel. Dus mocht je een beetje het proces versneld willen zien, ga naar Instagram. Dit zijn natuurlijk allemaal video's die daarna komen. Dus eigenlijk is het nu elke maandag, woensdag en vrijdag een verbouwvlog. Elke zaterdag proberen we een leuke video op te nemen. Of dat nou hier is of in ons oude huis is. Of voor nu, we gaan beginnen vandaag. We gaan beginnen met slopen. Het hele dak is verrot. Ik keek vanochtend, liep ik een slaapkamer op, lag allemaal weer vocht. Dus er is lekkage in het dak. Alleen de aannemer zegt van ja, voordat ik het dak op ga, wil ik eerst weten hoe de dakconstructie eruit ziet. Dus wat we nu gaan doen is dat we het geraamte gaan we leeg slopen. Zodat hij gewoon van binnenuit kan kijken hoe het dak erbij staat. En daar gaan we eigenlijk nu beginnen. Dus op naar boven, thee op drinken, masker voor. Ach zo, dat kan wel even mee. En bril op. Trouwens. Allereerste video. Mocht jij een bedrijf zijn of mocht je een bedrijf kennen, mocht je geïnteresseerd zijn in een samenwerking. Dit proces gaat nog wel een poosje duren. Dus mocht je willen samenwerken, hey, check even het mailadres in de beschrijving of ga even naar mijn Instagram. Er staat ook een mailadres. Of benader me rechtstreeks via Instagram. Ja, let's go. Verbouwen. Is wel een adem in zo'n mondmasker. Het plafond is er niet uit. Helemaal verrot dit. Dit allemaal is er al uit. En dan moet ik het allemaal uit. Ik vraag me alleen nog wat dit is. Het lijkt me het dak neer, maar... Daar, links, helemaal voorop. Oh, ja. Ja. Deze deuren mogen er allemaal uit.
De hamer lag hier ook nog, hè? Ja, bij jou. Kijk, als die deuren eruit zijn. Kijk, we hebben nu dit even heel snel eruit gesloopt. Als we eigenlijk doorbeuken, dan kunnen we de hele zolder eruit hebben. Ik denk dat de aannemer daar ook wel blij mee zou zijn. De aannemer zei van voordat de jongens het dak op gaan, wil ik eerst weten hoe de constructie eruit ziet. En of dat het veilig is. En of veilig genoeg is voor hem. Dat snap ik op zich wel. Zo, hij is los. Zo. Klaar. Eerst eruit. Het is allemaal MDF. En voor de mensen die niet weten wat MDF is. Dit. Dat is echt vieze troep. Dat is laag op laag op laag. Kan je het goed zien als je het hier zo inzoomt? Dat is laag op laag op laag. Dat is echt troep is dat. Maar ja, vroeger werd dat gebruikt. Maar om aan te tonen, kijk. Hier. Het is allemaal verrot hier. En dit kunnen we niet slopen, want dit is de zijkant van dit platte dak. Ja. Kijk. Ja, dat is allemaal toponderhoud noemen ze dat. Dus ik dacht, als we dit eruit slopen vandaag, helemaal, dan is de zolder gestript. Dan gooien we alles naar beneden in de hal, zetten we alles neer. Ja. En dan gaan we eerst deze kamer afmaken. Dus, let's go! Gas erop. Al deze troep en wat nog meer komt, gaat straks allemaal daar naar beneden en dan nog verder naar beneden. Ja. Oh, dat is het doel. Oké, hier. Deze troep. Zo. Gaat lekker zo. Bloed uit. Zo. Dat is ook wel. Jemig. Een ramp hier. Ja. Zit overal tegenaan. En ik kom er ook niet echt achter. Het is echt allemaal helemaal brof. Dus eigenlijk moet je alleen dit stuk er nog uit, top uit. En dan heb je eigenlijk alles eruit. Ja, dan gaan we naar de vrouw en dan naar de andere kamer. Oh, je hebt ook alles wat beneden. Ja, niet helemaal beneden hoor. Maar hier in de gang. In de gang, ja. Lekker. Ah, weer een verrassing. Ja, op zich had het ook al kunnen zien. Maar je ziet hier boven ook een schoorsteen aan. Ah, een schoorsteen. Oh. Ja. Ik ben heel benieuwd tot hoe ver die gaat. Helemaal hier even stop. Hier. Moet je zien. Oh. Iemand hebben van. Kijk hoe vet het gemaakt is. Ik kan deze loskrijgen. Ja, hier moet je zien. Ik heb het best wel goed gemaakt. Kijk hoe vet. Kijk al die connecties ertussen ook gewoon hoe ze dat maken. Ja, dat is echt heel ziek hoor dit. En daar hebben ook best wel wat gezeten, kan ik je zeggen. Wat gaaf! Ja, heel gaaf, maar dat betekent wel minpunt. Dat betekent dat er ergens een gat zit. Ja. Anders komen ze niet zomaar binnen.
Hij kan hem even voor me. Ik kan het je laten zien. We hebben de lekkage gevonden. Dat is waar de lekkage vandaan komt. Kijk maar. Helemaal verrot daar. Zie je het? Dat is echt heel chill dat we hem hebben gevonden. Nice. Nee. Dat scheelt echt heel erg dit. Kan wel betekenen dat de boel echt heel verrot is daar beneden, maar... Ja, dat... Dit is wat we zochten. De kaasjes. Dus dat is die ene daar waar die kast zit van die ja, precies onder. Daaronder, ja. Nou, weet je wat? We gaan dit afmaken en dan gaan we morgen daaronder kijken. Hier. 10 cent. Met Wilhelmina. Ja. Ze gaat lekker je schat zoeken. Ja, lekker, hè? Trek het hele huisje vooraf. Nou, dit is ook al bijna opgeruimd. Wat een zooi. Wat een zooi. Wat een troep. Allemaal hier in achterhoeken. Ja, ik doe een paar. Hier hele grote stukken. En hier nog steeds al dat hout. Oh ja. Ik heb de elektriciteit natuurlijk van de zolder eraf gehaald. Nice. Het is leeg. Althans de... Wat zou dit zijn? Nog één zak? Nog niet eens, denk ik. We moeten nog wel een beetje kijken qua synchroon filmen. Het is wel een dag later, maar het is klaar. Gisteravond hadden we echt geen puff meer. Toen gingen we douchen. Dat verhaal zie je morgen. Hoe dat afgelopen is. Maar het is leeg. De laatste zak staat hier nog. Dit gaat nog in één zak, dan is het klaar. Is dit leeg? En dan zoals het er nu naar uitziet, gaan we volgende week beginnen met het dak. Maar dat is nog even afwachten. Maar zoals het nu uitziet, volgende week gaat het dak eraf. Maar als het goed is, komt de aannemer morgen. Dan kan ik even met hem alles overleggen. En dan gaan we kijken hoe we de boel hier gaan aanpakken. En ik sta weer zo, hè. Zo raar, ik sta altijd zo. Druk op het duimpje omhoog. Mocht je meer van deze verbouwvlogs willen zien. Of mocht je specifiekere dingen willen zien. Of het is ook onze allereerste keer met verbouwen. Dus moet ik vasthouden? Ja, doe maar. Het wordt me een beetje zwaar. Dus laat even weten wat jij graag zou willen zien. En dan ja, kunnen we er ook een beetje rekening mee houden. Want het is ook onze allereerste verbouwvlogs. Zeker. Duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En doei!